In deze video laten we je zien hoe je gordijnrails ophangt. Voor deze klus heb je het volgende nodig. Gordijnrails met montagebeugels, een klopboormachine, een boormachine, gordijnhaken, rolmaat en potlood, een ijzerzaag, universele pluggen en schroeven en een trap. Meet eerst op hoe lang de gordijnrails moet worden. Teken af op het plafond waar de uiteinden van de rails komen. Teken nu af waar de bevestigingsbeugels moeten komen. Deze monteer je zo'n 7 centimeter de kamer in vanaf het raam. 10 centimeter van beide uiteinden komt er een beugel. En over de verdere lengte van de rails komt er om de 60 à 80 centimeter een beugel. Wanneer je dit hebt afgetekend, kun je de gaten boren. Gebruik hiervoor een klopboormachine. Je kunt nu de beugels aan het plafond bevestigen. Laat je in de bouwmarkt of op praxis.nl adviseren over het beste bevestigingsmateriaal voor jouw plafond. Schroef de beugels nog niet volledig vast aan het plafond. De rails moet hier nog tussen geklemd worden. Het bevestigen van de rails is bij grote lengtes het makkelijkst te doen met twee personen. Houd de rails op zijn plek in de beugels en schroef deze nu vast. Wanneer je een uitschuifbare rails hebt, kun je deze gemakkelijk op de juiste maat schuiven. Wanneer je geen uitschuifbare rails hebt, zaag je deze van tevoren op maat met een ijzerzaag. Je kunt nu de eindstops aandraaien en de gordijnen ophangen. Hang de uiterste haak van de gordijnen aan de eindstops en hang de overige haken aan de rest van de runners. Gordijnrails ophangen? Zo doe je dat. Voor meer informatie over het ophangen van gordijnrails, bekijk je het stappenplan op praxis.nl.